Kom binnen. We zitten nog maar net 10 minuten binnen en Jerome zegt: boem, je zwembroek aan en over 5 minuten terug. De eerste dip. Welke dag is het? Geen idee. Dag 2. Mooie dag. Dag 2. Aandacht naar je stem, Tom Rijn. Voor het hele even in de natuur zijn, dan ben je dus onderdeel van dat levende orgaan, van zeg maar de ademhaling van de aarde. Aangevoerd door Noël. Deelnemers.
eventjes van de berg af glijden. En wij gaan lekker zwemmen! Hey Wendy, Erik, wat vinden jullie ervan? Ja, prachtig. Ja. Top experience. Ja. Your mind rules. De beleving is hier nog niet. Dat genot gaan we met jullie delen. We gaan even rondjes rijden, zodat jullie ook zien hoe mooi dat hier is. We beginnen langzaam. Heel fantastisch hier. En dan gaan we sneller. En dan zeggen we... Woe! Dadelijk twee teams, dus het hele team gaat dan omhoog. Zo meteen gaan we naar boven. Ja, gewoon lekker warm. Je wordt echt net warm. Het is heel lang omhoog. Warm, 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 warm. Even die polsen aan het maken. Oh ja! En even dit is een polsen, op de polsen rijden. Ja, ik wil. Ademhaling. Ja, maak contact met je rechterpunt dan ook. Laat zien hoe blij je bent hier, daar op die stip. Laat zien hoe blij je bent. Yeah! En mensen thuis, moet je eens kijken wat voor plaatje dat dit is. Hier zitten de mannen. 15 jaar vriendschap. Die mogen ze hier beleven. Hier, dit stukje aarde. Patrick, hoe ervaar je het? Heftig. Brechtje, één woord. Fantastisch. Joey, wat vind je ervan tot nu toe? Genieten. Het is echt geweldig. Gaaf. Falco? Ja. Eén woord. De omgeving, de sfeer en de energie. Geen liedje op half. Een vraag aan Lieslot. Die is, wat heeft de reis tot nu toe gebracht? Veel grotere comfortzone, denk ik. Of geen meer, gewoon. Elke dag 5 grenzen verlegd. Dat is toch wel heel wat waard, denk ik. Het maakt heel het leven weer een beetje groter. Of de wereld weer een beetje groter. Kun je voorbeeld geven van één? Nou, ik wist gewoon niet dat een mens in staat was om in zo'n ijzig water te gaan zitten. Ik wist niet dat dat überhaupt mogelijk was. Dat heb jij ervaren? Ik heb het gewoon gedaan. Zo. Doet mij allemaal. Hey Chantal, ja. Wat heeft de reis tot nu toe jou gebracht? Verbinding. Verbinding met iedereen. En het voelen van de energie van de natuur. De liefde die het meegeeft. Echt geweldig. Ja.
Oh, how I miss such a beautiful sound. Somebody save me, I'm going down.